De laatste van 3 dagen staking. Staking is niet leuk, dat vindt niemand leuk, maar dit moet echt. De minister zei aan het begin van deze stakingsacties, dit is stemmingmakerij. En het blijkt nu nog erger te zijn. De bezuinigingen worden nog forser, er gaan nog meer buslijnen weg. En als klap op de vuurpijl blijkt nu dat de tarieven alleen in de 3 grote steden met 14% moeten gaan stijgen. 14% meer voor een bus of een trein of een metrokaartje in de 3 grote steden die afhankelijk zijn van dat openbaar vervoer. Hele slechte plannen, ze moeten van tafel. Daarom gaan wij als Partij van de Arbeid samen met andere partijen een eigen wet indienen om deze plan te stoppen. En ik hoop dat u ons daarbij gaat steunen op allerlei manieren.